Universiteit van Suriname in de vergaderzaal. In het kader van het project dat de universiteit heeft met Frans Guyana Brazilië. En ik zit in de vervelende omstandigheden dat ik onlangs benoemd ben als minister, maar projectcoördinator was. Dus de komende maanden zorg ik voor een vlotte overgang. Ik ga vandaag de opening doen. En dan gaat een collega van me onmiddellijk overnemen. Het is een project van 2-3 jaren dat Frans Guyana Brazilië en Suriname uitvoeren. Omtrent het beheer van de Marowijnrivier. De Marowijnrivier is de grensrivier. En u weet het zelf dat grote bedreigingen zijn daar voor de gezondheid, voor het milieu. Het is een grote zorg. En vandaag is een workshop, weliswaar onder COVID-omstandigheden. Normaal komen we eens per 6 maanden fysiek bij elkaar. We zouden dus nu naar Frans Guyana moeten gaan met 20, 30 man. Maar we hebben besloten om onder COVID-omstandigheden de belangrijkste mensen te roepen van de instituten die werken aan dit project. Van de overheid, bedrijfsleven en de universiteit. En we gaan het met die mensen via Zoom doen. In Suriname zijn de volgende instituten die deelnemen. De universiteit met alle instituten. Maar we hebben maar 3 vertegenwoordigers toegelaten. De meteorologische dienst, de waterloopkundige dienst, de Surinaamse waterleidingmaatschappij. En dan zijn er nog 2 of 3 andere instituten. We hebben wat basisgegevens verzameld van de Marowijnrivier in Suriname, bevolking, welke studies zijn gedaan, etc. En daarmee zijn we geweest. We zijn samen bij elkaar gekomen en we hebben toen een plan uitgezet. Hoe gaan wij gezondheid, milieu monitoren? We hebben een paar maanden gewerkt. Nu hebben wij een aantal monitoringstations in de hele Marowijnrivier. Hij is online available. Je kunt dus nu gaan op de website en je ziet precies wat het waterniveau is op een bepaalde plek. Wat de kwaliteit van het water is op een bepaalde plek. Het is een zeer ambitieus project. Vandaag staat op de agenda om uitbreiding te doen van meetstations in de Marowijnrivier. De bijdrage van de meteorologische dienst als een van de stakeholders in dit project is om de klimatologische data van de desbetreffende project, van de desbetreffende gebied die ze bestuderen, waarmee ze bezig zijn, dat is de Maroni River Basin en de Tapanahoni, om vanuit dat gebied die de klimatologische data te verstrekken. Aan de Surinaamse stakeholders, dus eigenlijk meer voor Suriname. Wel, de meteorologische dienst heeft een website. Er is een website, dat is de www.meteosuur.com. En daarop, daar, als je op die website gaat, heb je dan een dagelijkse informatie, up-to-date informatie, aangaande het weer, de weersverwachting, regen, temperatuur, alle informatie die men nodig heeft, recent, dus dagelijks. Als men historisch data nodig heeft, bijvoorbeeld regenval of temperatuur of de klimatologische data, wordt dan altijd een aanvraag gestuurd naar de meteorologische dienst, naar de hoofd van de meteorologische dienst, naar ons e-mailadres. En dan wordt zo een aanvraag in behandeling genomen en dan die data verstrekt aan de belanghebbenden. Belang van de waterloopkundige dienst is als volgt. De dienst die houdt zich hoofdzakelijk bezig met het meten en uitvoeren van onderzoekingen op het gebied van water op landelijk niveau. Dit is een workshop, een heel mooie en goede workshop in samenwerking met Frans Guyana, waarbij wij, dus beide kanten, Suriname en Frankrijk, of Frans Guyana, aandacht schenken aan de Marowijnrivier. Het is een grensoverschrijdend rivier. Dat betekent dat deze rivier, het is een grensrivier, belangrijk is voor beide landen. Marowijnen stroomgebied die bestaat uit 2 delen. 1 deel is aan de Franse zijde, ander deel is aan de Surinaamse zijde. En beide delen van het stroomgebied die voeden het Marowijnrivier. Dus daarom is het van belang dat men dan wij beide landen aandacht daaraan besteden. Anders is het in Guyana. In Guyana is de quarantaine volledig van Suriname. Dus Guyana hoeft niet te veel bemoeienis te hebben op het stroomgebied van Suriname. Want de hele rivier is Guyana rivier. Quarantaine rivier is van Suriname. So the workshop today is about implementing the Bioplateau project, which has a
for objectives to first increase exchanges on risk management and clean water, drinking water, and also the protection of the basin, the Maroni Basin, between French Guiana and Suriname, in a very close relationship between the stakeholders of France, French Guiana, but also the stakeholders of Suriname, and especially the Ministry of Public Work, for which the minister, Nur Mohamed, has really, really helped, and the ADECUS. The project is implemented within the European Fund program that French Guiana managed since 2014, and really respond to the criteria of cooperation within this program, this European program, but also respond to the need of better regional integration on the Guiana Shield. And this is also what the president of the Collectivité Territoriale de Guyane, which is the French Guyana government, so Rodolphe Alexandre, mentioned in his letter of congratulations to His Excellency President Sentoki, to enhance the exchanges between French Guiana and Suriname, to keep close relationship as neighbors, and to better integrate through what we call now the new concept of territorial diplomacy. We are aware that for Suriname, French Guiana is as being a part of France. Sometimes there might be misunderstanding on what are the power of French Guiana, but French Guiana is gaining more autonomy and have competencies in a number of fields. For example, cooperation, for example, economy, for example, environmental issue, and a lot more, sport, culture, sometimes besides the state of France, sometimes as exclusive, and sometimes as a shared competences.